goede hand hebben. Ja, nou, leuk man. Dek hem uit. En toen kom je nek zitten. Ja. Welkom bij de bloopers. Zo. Jasper? Ja. Waar zijn we? Zijn we op First Look 2019. Man. Ja. We hebben net al wat items opgenomen. We hebben een review van Breakpoint opgenomen. We hebben net tegen elkaar geflipperkast. Waarin jij niet de winnaar was. En nu gaan we even een rondje First Look doen. Om te laten zien in wat voor ellende wij ons eigen wormen voor jullie vermaken. En ellende is het. Heel veel. Het voelt niet alleen als ellende. Het is ook ellende. Het ziet er ook uit als ellende. We zijn bij de binnenkomst. Eigenlijk als je binnenkomt denk je, oh wauw, ik ga beginnen. Dit is klein. Ja, dat ook. Ik ga het wel aan de kant, want ik sta niet meer op beeld. Nou wel. Ja, zo moet je, daar moet je, dat is jouw kant. Dit is mijn kant. Dus daar ben je sowieso mooi van de linkerkant. Ja. Dit is de enige stand met games. Dit is Nintendo. Sowieso, deze stand leeft op het meest. Het is ook de enige stand waar mensen een beetje praten en dingen doen. Ja. Even een klein rondje zo. Hier heeft Jasper net pinball gespeeld. Met 2 miljoen punten verschil. 2 miljoen punten? Niet 2 miljoen punten verschil. 2 miljoen punten verschil. 2 miljoen punten verschil. 2,8, jij had 0,8. En dat was het einde van Jasper. Nee, grapje. 2 miljoen punten verschil. Ah, ik heb edit. Ja, klopt. Jasper is aardig, hè? Ja. Maar Sowieso, weet je wat mij ook erop valt? Nou. Is dat wij nu echt iets verkeerd in ons leven. Wij zijn eigenlijk wel de meest twee knappe mannen die hier eigenlijk op de beurs doorheen lopen. En wij hebben geen vrouw. En dan lopen hier een paar van die hele rare dudes op. En lopen toch met een partij lekker wijven, jongen. We doen echt iets fout in ons leven. Jasper, je moet gewoon dik worden en groot. Ja. Want dat zagen we net ook. Ja, ik moet eigenlijk gewoon sowieso gewoon een kilo of 50 aankomen. Als jij een kilo of 50 aankomt. Dan wil ik zeg maar niet meer alleen zijn in mijn leven. Nee, maar dan ben jij zo dik, dan ben je echt niet meer alleen hoor. Nee. Okay, dit zijn de kansloze mensen die wachten op even Zelda of Luigi, weet je. Wacht gewoon tot de game uit is. Waarom ga je op First Look in de rij staan? De game is uit. Waarom haal je de game niet gewoon? Ik wist de release date van Luigi niet. Nee, Luigi is niet uit, maar Zelda is wel uit. Ja, Zelda is uit. Luigi maar er staan mensen. Maar er staan mensen een half uur in de rij om zo'n game te spelen. Ik snap dat niet. Dan komen we nou weer in ons eerste indie booth ding. Dit zijn nog niet de winkeltjes. Ik loop een rondje, blijf je stilstaan? Doe een rondje. Anders moet je meelopen een rondje. Ja, ik loop wel mee. Nee. Zo. Oh ja, dat is goed. Ik loop met een hier. Als je mij zoekt, ik sta hier tegen dit switchboard. Tegen een Nintendo board. Ik geef wel mee commentaar. Oh, dat is wel leuk. Ja, als jij ronddraait, geef ik al mee commentaar. Laat jij hem in? Ja, dus nou zie je een hoop indie rotzooi. En als je dan verder omdraait, dan zie je twee dikke mensen aerohockey spelen. En een rode tent waarin je. Ja, denk jij kunt laten afzuigen. Wat is die rode tent? Wat is die rode tent? Dat kun je eigenlijk laten afzuigen. Het is van GameKings volgens mij. Kun je eigenlijk laten afzuigen voor 5 euro. Oh. En je ziet een DJ met één dansende vrouw en vier dudes achter die het naar de zin hebben. Echt niks. Yep. Top. Heel droevig. En heb je dus een stukje indie spul. Staat jouw vriend hier ook? Ik dacht volgens mij de andere kant man. Jasper heeft een vriend gemaakt op Gamescom. Ik heb een paar vrienden gemaakt op Gamescom. Waarom is ik deliver us the movie? De Falconeer is er al. Zijn die er? De Falconeer is er toch? Wat? De Falconeer. Nee, maar zijn die gasten van Deliver Us the Moon er ook? Dat weet ik niet. Moeten we een rondje eromheen? Ja, laten we een rondje eromheen. We gaan een rondje omheen doen. Oh, wacht. Dit is mijn heikelpunt waar ik echt een bloedhekel aan heb. Ik ga verder kijken hoor. Fucking Fortnite. Waarom doe je Fortnite op een beurs? Ik ga daar heel slecht op. Mark, als je mij hoort. Jasper heeft even tempo verhoogd. Mark, hoort mij niet. Dus denk niet, hé, wat is dit klein? Het is hier klein. Mark, jij hoort mij niet. Je hebt geen oortjes in. Want ik was met jou aan het praten. Deliver Us the Moon is er niet. Is die er of niet? Nee, niet. Wat best wel jammer is, dat vond ik echt een hele toffe titel. Het was wel een klein beetje. Ja. Was een beetje het leukste wat er was. Behalve op Desintegration. Was wel een favoriet van Gamescom. Ja, even kijken, wat hebben we hier?
Ja, hier heb je meer winkels, shit. Dit, we komen nu in First Look the Mall. Ja. 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 Dan heb je daar ook nog een stukje second Look. Dus alle, ja, die hebben we ook. De tweedehands games. Alle tweedehands. We hebben hem op First Look the Mall, jongens. Waar je alles kan kopen wat je wil. Nou kom je in de afdeling waar ze nog in de jaren 70 leven. Want daar heb je dus advertenties voor solo, als we even omdraaien. Voor Solo en voor een Transformers film van 3 jaar oud. Nee, Solo kwam toch... Vorig jaar. Oh ja. Op 2 jaar geleden. En dan heb je ook de Transformers Last Night, die is sowieso 3 jaar oud. Ja, dat is wel op tijd. Ja. Hey, dan gaan we nou een klein beetje... Dan gaan we echt op deus. Zijn ze Rocket League aan het spelen? Wat is dit voor beurs? Nu gaan we echt een klein beetje het winkelgebied in. Ja. Moeten we anders lopen? Mag je naar mijn rechterkant? Ik ga aan jouw rechterkant staan. Kijk, ik heb ook... Nou, hé. Wat er wat licht ermee speelt. Ja, ik ben echt rechts. Ben ik eigenlijk net zo knap als links. Maar het is... dit is het... het winkelgedeelte. Nou, gaan we natuurlijk niet meer lastigvallen door ieder straatje in te lopen. Want... Ja. Ik heb het zo zwaar hier. Ik vind dit gewoon heel erg sneu als gamebeurs zijn dat je dit moet doen. En ik vind het heel tof dat we gratis kaarten kregen. Van AFM, Fritsbox. En Fritsbox. Ja. Zijn die gemaakt door Frits? Ik vind Frits wel gaan een tof kerel. Gaan we dit pad in? Want in die andere is alleen maar beef jerky. Ik vind op zich Frits wel een tof kerel. Ja. Maar ik vind dit wel, ik weet niet. De droevenis van... Dit is wel een klein beetje de catacombe van First Look, hoor. Dit is echt, ik vind het heel droevig. Ja, ik vind het ook heel droevig. Heb jij wat met Funko poppen? Wat? Heb jij wat met Funko? Nee, helemaal niks. Jij wel? Ja, ik heb er een paar. Ik vind ze wel grappig. Jij vindt ze wel grappig. Ik vind echt... Het is gewoon geld weggooien. Ja, dat is sowieso. Maar, dus, daar heb ik, Maar je bent er onderhand al achter dat ik daar heel goed in ben, hè? Ja, jij bent wel een beetje professioneel geld smijten. Ja. En ik dacht dat ik dat was. Nee. Ah, jeetje, je bent wel echt van een hele andere categorie. Wil je? Ik geef wel cursussen, jongens. Wil je leren hoe je je geld over de balk smijt? Geld opmaakt. Het gaat niet naar mij, maar je krijgt allemaal leuke dingen. Ja, gewoon @mp3 op Twitter, professioneel. Geld smijten. Negatief financieel adviseur. Nee, ja, die vind ik leuk. Hey, laten we nou gaan we even naar de andere kant. Vroeger had ik ook altijd die figurines. Ja, maar die waren dan nog uniek. Alles als een Funko popje, man. Ja, maar die waren nog uniek vroeger. Ja. En nu kun je ze ook kopen. We lopen even naar de andere kant. Aan de andere kant heb je ook nog meer winkels. Jasper, we hadden het over dat megapodium hier. Ja. We lopen er nu langs. Weet je, vroeger... Vroeger stond hier zoveel man, moest je helemaal omheen lopen. Nou, kunnen we gewoon dwars erheen. We kunnen nu pak ik tegen het podium aanklappen. Ja. Er komt echt wel wat stil bij kijken, hoor, bij Nou, potverdorie, skate. Wat kan je het lekker brengen? Skate. Als je denkt, welke stem hoor ik er op de achtergrond? Dat is skate. Laten we links gaan, laten we via links gaan. Ja. Even kijken, podiumpje, achtergrond, leuk. Oh. Ah, dat moet ik als doen. Nee. Moeten we? Dat je gewoon commentaar moet geven bij Rocket League. Moeten we voor de sensatie van deze video een mystery box kopen? Van Mike. Zal ik Mike mystery box kopen? Kijk wat erin zit. Leuk. Zullen we doen? Ja, we gaan het vast. Let op, ik ga een mystery box kopen. Hi. Je moet ook iets doen. Zou ik een mystery box mogen? Yes, which size? M. Ik word er moe van. En al die mensen. Ik heb helemaal geen benul wat ik koop. Jasper, welke maat doe je? M. Oh, spannend. 5 euro back. Zie jullie? Dank je. Oh, ik vind het zo spannend. Mijn pet zit scheef. Dat is jezelf, ja? Nou, Mike. Nou. Daar ga ik. Ik ga een mystery box kopen. Ja, we hebben een mystery box gekocht. Thank you. Bye bye. Dank je. Top. Ik zal je zeggen, het weegt net zoveel als die 25 euro. Ja, alleen die 25 euro is meer waard, denk ik. Dat denk ik ook. Maar we gaan even daar. Hier zo, onder een rood tafeltje. Zullen we hier kijken? Voor de snoepwinkel. Kijk wat er in de mystery box. Volgens mij ben ik echt sowieso genaaid waar ik bij stond. Want hij zei ook al zo vriendelijk, dankjewel, bittertje, daar. Dus waarschijnlijk gaat het wel genaaid zijn. Sowieso, de tape is goed. Moet je voelen, de tape is goed. Oh, hey, dat is goedkoop tape, man. Goedkoop tape. Oké. Wat heb je? Oké. Okay. Er zit een shirt in.
Niet kijken wat er in de doos zit. Er zit wel één waardevol item in. Oh ja? Ja, er zit één waardevol item. Komt-ie. Een Rick en Morty, denk ik. Nee, het is een... Jezus man, dat is echt de meest lelijke t-shirt dat ik ooit in mijn leven gezien heb. Wat is het? Peter de... Ik ken het niet. Ja, ik ook. Die is wel heel lelijk. Je kan hem winnen. Ja, ja, nee, ik kan hem niet winnen. Er is een Adventure Time glas. Op zich best wel tof. Ja, leuk, leuk. Leuk, 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 leuk. En het meest waardevolle item. Een Star Wars Funko pop van 15 euro. Ja, dus. Jij bent fan van Funko, toch? Je gaat hem geven zeker van mij. Doe mee in de tas, neem hem straks mee. Ja, maar je neemt de tas niet mee, want ik meer mijn spullen in. Ja, we delen het ook nog. Dus dat was de mystery box. Zoals ik al zei, waarschijnlijk ben ik genaaid en ben ik dus ook wel relatief best wel. Dus, we gaan verder. Deze dumpen ergens daar. Ja, op de beurs. Ik vind het zo leuk. Nou, weet je, het is, we hebben toch nog... Dit is echt niet goed voor mijn posters. Maar... Ze hebben toch nog iets spontaans gedaan. Ja, dit vond ik wel heel spontaan. Ja, ik vond het ook heel spontaan. Nou loop ik die constant met een kutdoos rond. Onverzelfde. Waar de fuck ga ik deze doos laten? Nou, hier zo achter. Oh, kijk, ze hebben hier een speciale tray voor. Kijk. Ja, zet ze een dozen tray. Kijk. Was de doos tray. Ja, die is perfect. Dat was ook zo mooi aan Gamescom. Dat alles wat we kwijt wou, deden we gewoon ergens neerleggen. Ja, maar dat kan daar gewoon. Nou. Ah, hier kan je op je PlayStation 3 gaan spelen. Waarom? Oh, jij hebt mijn water. Ja, nam ik mee. Waar is jouw water dan? Heb je lang? In mijn contact. In jouw contest. Maar... Ik hier snap het allemaal niet. Hier kan je wapens kopen. Leuke wapens, gamewapens. En het is gewoon allemaal duur. En voor de rest. Dus ja. Het is allemaal niet heel veel. Rocket League, dit. Moet eens kijken hoe populair Rocket League is. Er zitten 12 man aan tafel. Nou, hier hebben we 12 man Rocket League. 38 man Fortnite. En nog wat andere mensen. Ja. Dat is top hier. Ik word hier allemaal niet heel enthousiast van, Jeff. Ja, kijk, weet je, het is gewoon, ja, het is voor ons is gewoon wel leuk om een beetje naamsbekendheid te krijgen. Ja. En een beetje tussen de mensen te lopen die we eigenlijk proberen te bereiken. En, die we nu afgekraakt in dit filmpje? Ah, niet allemaal, maar ik vind die ene in die blauwe jurk had wel thuis mogen blijven. Maar het is... Het is niet heel veel. Nee, het is niet heel veel. Het is in een slechtere staat. Wil je staat. Een leuke beurs? Het is in een slechtere je... staat als dat ik eigenlijk... origineel verwacht had. En ik vind ook, als je zeg maar naar een beurs wilt, spaar geld en ga naar Gamescom. Spaar gewoon je geld, weet je wel. Geef het niet uit aan dit. Spaar gewoon bijvoorbeeld een jaartje en ga dan om het jaar naar Gamescom. Dan heb je een veel betere ervaring als kan dat je dit. Nu hier hebt. Weet je wat ik wel fijn vind? Dat dit, behalve dat mijn arm lam wordt, er loopt niemand tussen mij en de camera in. Nee, als het nou nog zo zou werken dat dit nou ook nog gebeurt, dan is het helemaal oké. Maar goed, we hebben je meegenomen over de beurs. Ja. We hebben langzaam gelopen, zodat het nog iets leek. Ja, we zijn half nou. En we hebben wat tussendoor gelopen. Ja. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik denk dat we gaan inpakken en dat we nog even bij Fritzbox gaan praten. We gaan nog even bij Fritzbox praten. We gaan inpakken en dan gaan we eten. Want je krijgt er honger van klagen. Ja. Dat kost energie. Ja. Jasper, wil jij nog wat zeggen? Nee. Ik vind het wel jammer. De markt in Nederland is echt wel groot genoeg. Om dit neer te zetten. Voor meer dan dit. Ja. En het is dit. Het is jammer. Weet je, het is, ik vind ook, dit, misschien is gewoon, ja, het zou heel leuk zijn, maar België is de markt minder, maar de beurs op België is zo bruter als hier. Ja, maar Gameforce is gewoon beter. Waarom? En met die schrijven we af. Schrijven we af. Bedankt voor het kijken. Mocht je meer reviews, previews, walkthroughs of beurzen willen, kijk dan op Gaming Café of Ted's Gaming. Mocht je ook meer reviews willen, dan weet je natuurlijk waar wij zitten. Wij zitten hier vast op First Loop 2019. Uit saaiheid. Kijk hardop. Dit was Jasper en Mark. Signing off. Bye bye. Ga me even inpakken.